PSV speelde al 58 keer in competitieverband in de Kuip in Rotterdam. 10 keer ging de overwinning mee naar Eindhoven, 20 keer eindigde de topper onbeslist. Vorig seizoen verloor PSV er met 3-1. Al zette Adam Maher de Eindhovenaar nog wel op voorsprong. Dat is goed, Maher. Dat is goed. Maher. Ja, hij zit erin. Adam Maher. Eerder dit seizoen won PSV in Eindhoven in een knotsgekke wedstrijd met 4-3 van Feyenoord. Luc de Jong scoorde 3 keer, maar de winnende treffer viel pas in blessuretijd. Ja, 4-3 van PSV. Het is de paai die dat doet. En daarmee krijgt PSV de kans om voor het eerst sinds 2008 beide duels in één seizoen van de Rotterdammers te winnen. Maar dat zal niet gemakkelijk worden. De laatste keer dat PSV in de Kuip van Feyenoord wist te winnen is alweer 5 seizoenen geleden. Op 20 september 2009 won PSV met 3-1. En nu zit hij er wel in en is het toch Danny Koevermans die PSV op 1-0 voorsprong zet. En Koevermans zou nog een keer scoren, net als Otman Bakal. Voor de grootste overwinning van PSV in de Kuip moeten we heel wat jaren terug. Op 27 januari 1980, ruim 35 jaar geleden, won PSV er met 3-0 met 3 treffers van Paul Postuma. Willy van der Kerkhof, Hiele en opnieuw Postuma het lopje. En het doelpunt. Een kleine 30 spelers heeft een verleden bij zowel Feyenoord als PSV. De drie die wij er deze week uitlichten zijn niet de minste. Ruud Gullit, verdediger Ivan Nielsen en Ronald Koeman, die ook nog eens als trainer bij beide clubs werkzaam was. Ook Jorginho Wijnaldum heeft uiteraard een verleden bij Feyenoord. En hij is momenteel met 10 doelpunten niet alleen de meest trefzekere aanvoerder van alle Eredivisie-teams. Als Wijnaldum dit seizoen scoort, wint PSV, tot dusver althans. Willy van der Kuilen is topscorer in duels tussen PSV en Feyenoord. Daar komt Willy van der Kuilen, hij moet scoren. Ja, 3-1. En van der Kuilen zou dat in totaal tegen Feyenoord 12 keer doen. Dit is de stand na speelronde 27 in de Eredivisie. Feyenoord vinden we terug op plek 3. De ploeg van oud-PSV-coach Fred Rutte verzamelde tot nu toe 51 punten. Dat zijn er 19 minder dan PSV en als PSV zondag minimaal gelijk speelt, is het niet meer te achterhalen door de Rotterdammers en dus al verzekerd van een plek in de voorronde van de Champions League. Scheidsrechter aanstaande zondag in de Kuip is Paul van Boekel. Hij floot eerder dit seizoen het thuisduel van PSV tegen ADO en de uitwedstrijd bij Cambuur. De topper tussen Feyenoord en PSV begint aanstaande zondag om 2:30.